Het liften wil vandaag niet lukken bij Anne en Juanito. Ze gaan op zoek naar een betere liftplek, maar worden dan onaangenaam verrast. Helikopter. Het is toch niet zo'n Zulu-helikopter, wel? Nee. Oh my god. Hij hangt laag, hè? Is dit serieus? Oh, ik zie ook een politiewagen met lampen. Nee. Oh, okay, daar rijdt ook politie, dus daar is er gewoon iets anders aan de hand. Laten we vanuit. Okay. Jesus. Ja. Loos alarm. Geschrokken proberen ze het een stukje verderop. Ik denk dat we weer op een kutstuk staan. Ik weet dat ik snel klaag als we geen lift hebben. Ik vind het zo frustrerend als we dan op een plek staan waar we gewoon niemand stopt. Snap ik. Ja, dat snap ik wel, ja. Kom eens hier. Zo. Ik ben gewoon kut. Ik ben gewoon kut. Snap ik. Gewoon niemand stopt ook. Blijf maar gewoon even zitten, toch? Doe ik wel even liften en dan... Anne heeft het helemaal gehad vandaag. Intussen probeert het hoofdkwartier meer over de twee te weten te komen. Anne en Juanito? Ja, op hun moeten we gewoon nog investeren met één zoeken op verschillende adressen van hun. Volgens mij hebben we eigenlijk niet veel, hè? Om niet te zeggen niets nog van deze. Dus, We weten niets. Hè? We moeten eigenlijk een plan bedenken om hun een beetje uit de tent te lokken. Want ik heb niet het idee dat zij nog gaan pinnen. Zij doen gewoon heitje voor karweitje, geld verzamelen. En ik denk dat zij gewoon zo min mogelijk proberen achter te laten voor ons. Dus dan moeten we eigenlijk de rollen om gaan draaien en hun naar de tent lokken. Ja. Het lukt ze uiteindelijk toch om een lift te krijgen. Anne wil naar het huis van een vriendin rijden en daar een slaapplek voor de nacht regelen. Ik zie de auto al niet, dus dat is echt kut. Helaas, de vriendin is niet thuis. We hebben echt een probleem. Ze is niet thuis. Het is intussen 6 uur. Anne ziet de kans op een comfortabele slaapplek met de minuut kleiner worden. Ja, de enige optie is naar Martijn gaan. Ja, dat is natuurlijk de meest domme optie. Dat zou wel heel dom zijn, Anne. Daar ga ik niet in mee. Martijn is Anne's verloofde. En inderdaad, de Hunters staan juist vandaag op zijn stoep. Hey, Martijn. Ja. Goeiedag, Juri. Hey, Dennis. Gewoon binnenkomen? Yes. Jij bent zo gefocust elke keer op die slaapplek. Ja, dat het joh, daardoor vind niet je het gek? Je moet daar gewoon loslaten. Nee, want ik wil gewoon normaal kunnen slapen. Ja. Nou, oké, doe lekker waar je zin in hebt. Ik blijf hier lekker 3 kwartier zitten. Fijn, thanks voor je hulp, joh. Geen probleem. Terwijl de spanningen tussen Anne en Juanito verder oplopen, zoeken de Hunters slechts 2 kilometer verderop naar meer aanwijzingen over de twee. We zoeken even de verbanden met Juan en Anne. Kun je daar maar iets meer over vertellen? Ik weet dat jij het onzin vindt, maar ik vind het gewoon... Het lijkt me zo erg om hier een tentje te moeten opzetten. Dat snap ik. Het lijkt me gewoon echt niet fijn. Kijk, als het nou nog bij iemand in de tuin is of zo, dan prima, maar... Gewoon in zo'n buurt waar iedereen ook gewoon iets kan doen. Het is gewoon echt mijn nachtmerrie. Dat vind ik gewoon echt. Dat vind ik echt. Ik weet dat jij dat prima zou vinden, maar ik zou dat zo erg vinden. Oh, dat is toch ook leuk. Er zit niks anders op dan de tent op te zetten in een naburig bos. Dat vind ik wel fucking creepy. Okay. Waar had ik de Blair Witch van tevoren gekregen? Hier zo tussen. Anne zou nog liever naar Martijn rennen dan in het bos kamperen. En zover was ik ook, maar... Ja. Toen dacht ik, nee, ik wist van tevoren dat het zwaar zou worden en kut zou zijn. En, maar het was wel verleiding, hoor. Jeetje.